Oh, dit is heel leuk! Dit is echt heel leuk. Kijk, tromgaroffel. Nou, we hebben net loodjes getrokken. Waar gaan jullie heen, mannen? Wij moeten naar Westerwatering. Daar komen we net vandaan. Romy, Posma en Richard. Ik heb net gehoord dat het heel lekker was daar, hè? Dat heb ik net gehoord. Betrouwbare bron zegt dat jullie heel lekker gaan eten. Wat gaan we eten, weet je dat? Ja, ik heb geen idee. We zien het. We zien... Hebben jullie voorkeur voor het hoofdgerecht? Nee, we hebben eerst een voorgerecht, hè? Maar daarna moet je toch ergens anders heen? Nou, maakt mij niet uit. Pannenkoeken, poffertjes. Ik weet al stiekem waar Rox heen gaat. Wat een toeval. Laat even zien, Rox. Ik weet waar jij heen gaat, anders ga ik gewoon helemaal nergens heen. Tada! Yay! Onze mede tafelgenoten zijn ook aangekomen. Hè? Wat een verrassing, hij staat er al. Verwachte gasten, of toch niet? Wat leuk, wat leuk. Kunnen we binnenkomen? Komen? Ja, mooi. Binnen, jongens. Once in a lifetime opportunity, hè? En je bij eten bij de voorzitter. Hallo. Goedenavond allemaal. Deze zit goed. Die is voor de televisie. Die is voor de... Oh, leuk. Is leuk. Ja. Oh, ja. Dat is wel leuk. Heel gezellig, denk ik. Je kind? Terwijl hij het fiets alleen. Waar gaan wij heen? De auto. Romy, Posma en Marisa. Oh, dat is leuk. Die hebben heel lekker gebookt worden. Kijk. Ik zit echt... Ja, ja. Hey. We hebben ze. We kunnen tequila drinken. Wie heb je? Ik weet niet of ze het gekocht hebben. Esther en Sophie. Oh, echt? Van jou dochter. Oké, nou goed. Nou, leuk dat jullie er waren. Ja, goed. We gaan even afwassen en koken voor de nieuwe gasten. We moeten welkom. We zijn nu bij het huis van Sophie van der Meulen. We zijn net bij de vader geweest. We gaan nu aankloppen en kijken of ze blij zijn om ons te zien voor de culinaire fietstocht. We komen via de achterdeur, want anders was het natuurlijk geen verrassing. Nou, we mogen dus naar binnen. Ze waren heel blij om ons te zien, hè? Zag je? Ze hebben ons in de maling genomen. Ja. Zijn jullie blij om ons te zien? Heel blij. We zagen jullie al voorbij. We waren al helemaal teleurgesteld. Ja, zie je, goede tactiek, houden. Goede tactiek. Ja, ik denk het. Kunnen we hier eten? Ja, als het mag. Uiteraard. We staan nog in de oven, dus... En hoe was jullie voorgerecht? Ja, was lekker. Wat hadden jullie gemaakt? Tomatensoep. En? Met croutons, zelfgemaakt. Lekker hoor. Ja, was lekker. Lekker. Het moet dan over, toch? Yes? Koriander, toch? Deze, weet die? Ja. Misschien, dat is een hoge kantje. Oh, dat is helemaal geregisseerd. Ja. Oh, ziet dat er lekker uit, zeg. Oh. Oh. Hier is nog een. Nou, het ziet er echt lekker uit. Lekker hoor. Ik hoop dat het lekker is. Ja. Het is kip in jerksaus, heet het. Hoe? Jerksaus. Wat is dat? Er zitten laurierblaadjes, honing, lenteuitjes, rum. Jordi, hoe is het toetje, jongen? Echt heerlijk. Is een mooie afsluiter voor een mooie avond. Echt top. Ja. En Mitsluizen, waar zijn jullie geweest om te eten? Moet jij bij Dion zijn, dat weet ik niet meer. Dion? Bij Marcel Swikker en Jasper Heijnen. En wat hebben jullie eigenlijk gegeten? Mexicaans. En gecoumet.
En was maar net aan genoeg. Dus je hebt nog eigenlijk een beetje honger. Ja, van dit ijsje komt heel goed uit. En Patrick, jullie zijn daar ook geweest, hoorde ik. Jullie zijn ook bij het hoofdgerecht bij Dion en Mis geweest. Ja, dat klopt. Ja. Dat is heerlijk. Dat is voortreffelijk. De garing. Vergeet de garing niet. De garing was echt uitmuntend. En Marta, waar zijn jullie geweest? Jij bent natuurlijk een beetje kenner van dit concept. Ik ben bij Marcel Smikker geweest, hadden we Mexicaans. En daarna was ik bij Frans Hendricks, had ik Spaans. Dus het was wel een beetje hetzelfde. Een beetje cultureel avondje, ook verschillende landen geproefd. Ja, inderdaad. Maar het was wel heel lekker. En hier zit een koker. Hier zit een koker. Bij Appiein en bij de Spaanse toko. En daar heb ik lekker mijn spulletjes gehaald. En ik had als volgerechtje een hartig tortilla taartje. En als hoofdgerecht Catalaanse kip. En het viel in de smaak dus. Dat moet je aan de eters vragen, want dat weet ik niet. Maar het was wel gezellig. Ik stond in de keuken, ik heb er niks van gezien. Je hebt wel meegegeten, neem ik aan. Ja, in de keuken. Oké. Okay. Hoe was het, dames? Geweldig. Ja. Waar hebben jullie gegeten? Bij mevrouw Held. Nee, maar het voorgerecht. Mrs. Hero. Het voorgerecht bij de familie van Gammeren. Nee, hoe heet ze nou? Sorry. Klinktas. Help. Erna en Gerda. Erna en Gerda. En wat hebben jullie daar gegeten? Different things. Different frontgerechtjes. Maar ik heb gehoord dat je dochter ook heel goed heeft gekookt. Ja, die kan echt heel lekker koken. Maar die gaat emigreren vanaf morgen. Gaan we niet over praten, maar dan ga ik huilen. I'm going to cry. Niet huilen. Remco, gaat het allemaal nog goed? Is er een beetje stress? Nee hoor, alles is onder controle. Hoeveel mensen verwachten we nog voor het toetje? Ja, ik denk dat er nu nog 25 of 30 of zo moet komen. Ik denk we zijn eigenlijk, het is een beetje heet, allemaal te laat. Ja, maar dat is altijd zo. Maar dat wil zeggen dat het eigenlijk helemaal gezellig is bij onze culinaire fiets. En dan komen ze dronken hier en dan eten ze de helft van mijn toetje op. Dan heb ik de hele avond op staan bakken. Je bent de hele avond hier geweest, jullie hebben pizza gegeten hoorde ik net. Klopt, pizza en bier hè. En dan toetje maken. Ja, het hoort er allemaal bij jongens. Sommige mensen moeten toetje maken, sommige mensen gaan lekker fietsen, sommige mensen gaan koken. Heerlijk toetje wordt hier bereid. Ongelooflijk. Appelstrudel. Ik kan niet zo goed Duits, maar het is Duits voor appelstrudel. En dit is Piet. Die is het ijs aan het snijden. Het gaat niet zo lekker, Piet. Waarom niet? Het mes is te koud. Het mes is te koud, maar het ijs ziet er echt heel goed uit. Heel lekker uit, hè? Ja, zeker. Er is heel veel aandacht aan besteed. Ik zie het. Je bent hard je best aan het doen. En Remco, die helpt je natuurlijk allemaal. Je zoon. Hoe gaat die samenwerking nou in de keuken? Perfect. Ja, kan niet beter. Kan niet beter. Het gaat ook altijd thuis. Gaat het ook altijd zo? Het gaat altijd zo, ja. Waar is Natasja Stroom? Degene die al 6 jaar meedoet met de culinaire fietstocht. Maar ze is er gewoon niet bij het toetje. Maar misschien kunnen we wel even wat vragen stellen aan Jolanda, want die staat naast ons. Hier achter jou. We lopen bijna tegenaan. Jolanda, ja. Is de geslaagde avond? Ja, ik vind zo wel. Ja, en je bent de hele avond hier geweest. Wat heb je dan gegeten? Wij hebben pizza gehad. Ja, normaal doe ik altijd mee, maar dit jaar even niet. Even gewoon pizza en een toetje hebben jullie ook gemaakt, of niet? Ja, dat klopt. Het is echt een heel lekker toetje. En dit is dus de 6e keer dat de culinaire fietstocht is? Oeh, dat weet ik zo niet, maar volgens mij wel vaker. Ik denk zelfs al voor de 10e keer. Oh, de 10e keer al, dames en heren. En elke keer ben je erbij geweest? Ja, dat klopt. Ja, Gert heeft het een aantal jaar terug verzonnen. Tenminste, gepikt van een andere club. En toen zeiden we, nou, dat gaan we ook doen. En we begonnen ooit met 4 of 5 kokers. Nou, en dit is het resultaat. Ja, want nu waren er hoeveel mensen hebben dit jaar deelgenomen? 13 kokers, dus 26 koppels die fietsen. Dus 26 mensen hebben genoten van een heerlijke maaltijd. En 26 koppels.
En je hebt zelf dus vorig jaar ook gefietst. Ja, klopt. Ja, wij fietsen altijd. Maar ja, als je de camera iets omlaag moet... Jolanda gaat bijna bevallen. Ja, dus daarom zeiden we dit jaar maar even niet voor de zekerheid. Even rustig in de kantine. Oké, dankjewel. Lege bordjes gaan erin. Heb je alles onder controle? Ik denk het wel. Volgens mij gaat het allemaal goed op dit moment. Iedereen heeft het naar zijn zin. Taartjes gaan als een, of de toetjes gaan als een trein. Kijk maar. Ja, kijk, hier zit ze in de oven. Ja, ja, heerlijk, heerlijk, heerlijke toetjes. Ik denk dat ik zelf maar mijn toetje ga opeten. Later!